Maar ik dacht eigenlijk gelijk aan armoede in het buitenland. Omdat het zo verborgen is, weet ik niet of wij daar een echt zicht op hebben. Groningen, een bruisende studentenstad in Nederland en een van de oudste steden van het land. De laatste jaren is hier veel geïnvesteerd in de energiesector en dankzij de grote studentenpopulatie doet de horeca het erg goed. Ondanks deze positieve signalen is armoede een toenemend probleem in de stad. Een opmerkelijk deel van de gezinnen worstelt zelfs om dagelijks een warme maaltijd op tafel te krijgen. Om te polsen hoe de Groningers zelf denken over de armoedeproblematiek in hun stad, zijn we de straat op gegaan. Het is eigenlijk zo hier in Nederland, dat, ja, alles is best wel goed geregeld, dus je hebt altijd wel wat. Dus iemand heeft nooit de drang om echt verder te komen, want hij weet toch wel dat het altijd goed zit. Dus de meeste mensen die zijn heel erg aan de drugs en daardoor worden ze zo arm en zo. Dat je denkt, in Nederland heb je wel genoeg voorzieningen dat je jezelf omhoog kan werken. Als mensen dus genoeg werken, dan moet je maar het Polen het land uit proberen te jagen. Ja, ik denk dat de mensen inderdaad behoorlijk luisteren en kijken. Wat er ook gebeurt, de staat onderhoudt je uiteindelijk. Je krijgt een uitkering, je krijgt een woning van de overheid. En het ligt aan jou om met je dikke reet van de bank af te gaan te werken of gewoon lekker uitkering te trekken. Binnen de Groningse politiek staat armoedebestrijding hoog op de agenda. Matthias Gijsbertsen, wethouder van sociale zaken en jeugdzorg in de gemeente Groningen, waakt voor een te zwart-witte beeldvorming. De armoedeproblematiek in Groningen is groot. In Groningen gaat het om 17.000 huishoudens, mensen die in armoede leven. En als je dan kijkt naar de doelgroep kinderen, dan is van de bijna 30.000 kinderen in deze stad groeit bijna 1 op de 5 op in armoede. Ik denk dat veel mensen onderschatten hoe dichtbij armoede is voor iedereen. Ik ga toevallig vanmiddag naar een congres over schuldenproblematiek. Er hoeft niet zo heel veel in het mensenleven te gebeuren om in één keer in armoede te geraken. Je raakt een baan kwijt. Je krijgt gezondheidsproblemen, je gaat scheiden. Een ongeluk zit echt in een heel klein hoekje. En als je echt arm bent en je bent elke dag bezig met ervoor te zorgen dat je kinderen genoeg te eten hebben, want daar hebben we het gewoon heel concreet over, dan is het niet makkelijk om je gedachten nog te richten naar wat er daarna is en je eigen ontwikkeling. Je bent al lang blij als je het eten weer op tafel hebt elke dag. Ook Ilona en Evert zijn twee mensen die moeite hebben om elke dag warm eten op tafel te krijgen. Evert had een eigen bedrijf, maar tijdens de crisis raakte hij failliet. De instabiele huizenmarkt zorgde ervoor dat Ilona noodgedwongen in de schuldsanering terechtkwam. Vandaag worden zij beiden met een taxi naar restaurant Kaap Hoorn gebracht. Hier wordt hen een lunch aangeboden en zullen ze hun ervaringen met elkaar delen. Bij ons vroeger hadden we het niet breed. Elk dubbeltje moest wel eventjes goed bekeken worden voordat die werd uitgegeven. Maar uiteindelijk kregen we het wel beter en begon mijn vader toch wel dingen aan te schaffen die ons uit de armoede gingen halen. Hoe was dat bij jullie dan vroeger? Ja, mijn ouders zaten vroeger ook in de schuldsanering. Oh. Dus ja, ik weet niet beter eigenlijk. Van mijn ouders heb ik er eigenlijk weinig van meegekregen, omdat die zoiets hadden van, daar moeten wij de kinderen niet mee belasten. Dus ik heb dat zelf niet echt veel meegekregen, maar wel dat wij gewoon niet veel hadden en ook elk dubbeltje wel omgedraaid moest worden. En wel uit moesten kijken wat wel en niet gekocht kon worden. Zoals de luxe speelgoed wat kindertjes bij mij in de klas altijd hadden, dat kreeg ik niet. Maar hebben jullie er zelf aan bijgedragen dat je in die saneringssituatie terecht kwam? Of zijn er situaties geweest en omstandigheden waar je geen invloed op had? Er zijn wel omstandigheden geweest waar wij geen invloed op hebben gehad. Zoals mijn vriend die heeft met zijn ex een koophuis gehad. In de crisisperiode moet je die dus met zware verliezen verkopen. Dus ja, daar zijn al schulden in ontstaan. Ja, uiteindelijk komt de rest er vanzelf voorbij.
Want je hebt eenmaal toch al schulden dus. Ja, wij zitten ook met een schuld, maar ik leen hem, ik los hem zelf netjes af. En ik heb ook, zeg maar, met mijn maatschappelijke werkster heb ik afgesproken van, nou goed, wij zitten met schuld, ik wil dat aflossen, maar dat lukt alleen als wij daardoor onevenredig veel geld daar naartoe laten gaan en dus eigenlijk te weinig geld overhouden voor dagelijkse boodschappen. En met zo'n reden ben ik toch bij de voedselbank toegelaten. Voordat je bij de voedselbank aanklopt, dat gaat niet zomaar. Nee. Ja, dan moet je echt met je rug tegen de muur staan. Nou, dat was bij ons ook zo. Kijk, in mijn eentje kan ik heus wel leven van pakjes havermout van 40 cent per pakje. Ja. Hè, maar wij hebben ook een gezin. Hè, en daar ligt de situatie nodig, toch ja. Anders. Nee, je wilt zo'n kind ook een beetje een normaal leven. Ja, zonder dat hun er last van hebben. Ja. Ja, klopt. Ik weet het. Ja. Kun jij een paar voorbeelden noemen van dingen die niet kunnen? Kinderfeestjes, ja. Een cadeautje kopen voor het kindje die jarig is. Nou, doe het maar. Want ze willen vaak zijn dat soort kindjes niet tevreden met een cadeautje van 1 of 2 euro. Omdat ze ze kennen geen armoede. Ja. Of als ze schoenen stuk gaan. Natuurlijk is het soms heel lastig. Hè? Ik bedoel, wij gaan niet met vakantie, al jaren niet. Hè? En ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Daguitstapjes deden we vroeger wel. Is er nu ook helemaal niet meer bij. Het geeft ook wel duidelijkheid dat je geen geld hebt. Want hoe vaak heb ik natuurlijk wel niet de vraag gekregen van de kinderen. Papa, mogen wij dit of kan dat? En is het antwoord standaard van, er zijn geen centen. Hè? En dan, ja, dat is in zekere zin ook wel makkelijk. Maar voor hun is dat natuurlijk vervelend. Ja, klopt. Ik weet er alles van. Die vraag had mij ook heel vaak gesteld. Ja. Mag ik dit? Sorry, kan niet. Maar als je jouw dochter, ik noem maar wat, op sport wil? Ja, ze zit nu nog op zwemmen, maar we hebben wel gezegd als ze haar A-diploma heeft, dan gaat ze er vanaf. Maar ja, wat ze dan gaat doen, geen idee. Want ze wil wel graag op een andere sport. Ze wil graag op turnen of op ballet of street dance, dat soort dingen. Maar ja, het moet ook bekostigd kunnen worden. Het zijn dus vooral kinderen die dagelijks de gevolgen van armoede ondervinden. In een poging om dit tegen te gaan, is de gemeente Groningen sinds kort met het kindpakket gestart. Kinderen, dat staat echt centraal, want zij mogen niet in armoede opgroeien. Zij moeten niet voor de rest van hun leven last hebben van die armoede waarin zij zitten. En dat betekent dat we allerlei projecten hebben die erop gericht zijn om ervoor te zorgen dat kinderen bijvoorbeeld voldoende te eten hebben, dat ze een goede winterjas hebben, dat ze een fiets hebben, dat ze een computer hebben die werkt waarmee ze hun werk op school kunnen doen. Dus allerlei basiszaken van het leven. We proberen op allerlei manieren die kinderen in ieder geval dat te geven. Jongen. Wauw. Je zit nu in een beroerde situatie, maar hoe zie jij je toekomst? Kom je hieruit? Of? Ik hoop van wel. Ik denk dat het nog wel een paar jaar gaat duren. Maar ik denk dat we er ooit wel weer een keer uit gaan komen. Wij hebben ongeveer nog een half jaar te gaan. Ik wou zeggen, wij hebben inderdaad een financieel probleem. Maar dat is niet het enige probleem waarin ik zit. Ik heb eigenlijk al jarenlang geleden bedacht van als ik mijn levensgeluk laat afhangen van de uiterlijke situaties, dus van datgene wat mij toekomt, dan heb ik alle reden om eigenlijk niet langer te willen leven. Maar er is nog een andere manier om te leven, door daar niet door te laten bepalen, door daar niet afhankelijk van te zijn. Maar hoe gaat dat voor jouzelf? Nou ja, ik heb een vriend, ik heb een gezin, ik heb een huis, ik heb een dak boven mijn hoofd. Dus op dat gebied mag ik niet klagen. Dus ja, dan ben ik wel heel gelukkig. Ja. Jij kijkt ook naar de lichtpuntjes. Ja, alleen qua geld en dat soort dingen, nee, daar ben ik niet gelukkig. Ja.